We zijn vandaag te gast bij de Johan Cruijff Memorial hier in de Kom. En het is een goed gevulde Kom, maar dat is logisch. Een half seizoen ermee bezig is geweest. Omroep Dommeland Nieuwsflits. Goedemiddag. Ook namens de directeur van het Johan Cruijff Museum, mijn grote vriend. Ik heet u allen van harte welkom op deze, zeg maar, verjaardagspartij van onze grootmeester Johan Cruijff. Helaas is hij niet meer in ons midden, maar we vieren hem toch. Morgen zou hij eigenlijk 75 zijn geworden. En vandaar dat ik al een paar maanden bezig ben om deze middag te organiseren. Johan, bedankt voor alles wat je gaf. Jij hebt voor ons het voetbal groot gemaakt. Johan, bedankt gewoon voor wie je was. Dat jij nu weg bent, heeft ons diep geraakt. Tussen 74 en 76, 1900 dan. Ja. Ja, dat is tegenwoordig. Ha, het is maar dat we het weten. Ja, dat moet zijn. Toen kon ik mijn contact verlengen bij de Graafschap. Dat heb ik toen ook gedaan met toenmalige directeur Joop de Klink. Ja. Tot mijn verbazing kwam toch nog Ajax. Dick, ja. Wat heeft Johan voor jou betekend? Ten eerste heeft hij voor Ajax heel veel betekend. Voor mij om samen met hem te kunnen spelen, dat vind ik al een hele eer. Dat ik anderhalf jaar met mij op het veld heb mogen staan. Dus hij heeft wel veel voor mij betekend, ja. Ja, kun je iets invullen? Ja, zijn voetbalkennis, zijn ervaring, zijn humor. Dat was voor mij wel heel belangrijk. Ik kom natuurlijk toch uit het oosten van het land. Ik moet toch wennen aan de Amsterdamse mentaliteit. En daar was hij natuurlijk wel een meester in. Ja. En wat zou Johan nou denken over het huidige Ajax? Nou, ik denk dat hij wel best positief is over de instelling en zo. Alleen over voetbal zal hij nou natuurlijk wel andere ideeën hebben. Ik bedoel, dat weet je van Johan. Hè? Welk idee, wat zou hij nou zeggen tegen het bestuur van Ajax? Hey, je moet het zo doen of... Wat zou hij nou zeggen? Nou, in deze fase van de competitie is alleen maar belangrijk om te winnen. Dan word je kampioen. Peter, ja, er werd natuurlijk ook op dat moment veel gescoord door Nederland. Dat is wel een leuke anekdote. We hebben het nog een Weiler, Wim Jansen, die ons laatst ontvallen is. Daar heb ik mee gesproken. Ik ben nog een keer naar Rotterdam gegaan. En dan sprak je over die tijd. Van dat jagen van het op de bal. En toen zei Wim tegen mij: weet je hoe vaak we dat getraind hebben? En toen deed hij de legendarische, zonder woorden, 0 keer. 0 keer op getraind bij de grote Rinus Michels. Dat deed ze gewoon zelf. Dat is gewoon zelf georganiseerd vanuit van de voetbalfilosofie die ze zelf hebben. Dus het was heel erg uniek om dat zo te horen van Wim. 0, zegt hij. Ja. Ja, dit deed Heinz Stuy ook altijd. 0, maar dat is 3 keer de 0 en 3 keer de Europa Cup zijn. Ja. Mag ik jou zeggen? Graag. Ja. Wat heeft Johan Cruijff voor jou betekend? Nou ja, als je ziet waar mijn voetballoopbaan geworden is. En hoe je de filosofie van hem, dat is ongelooflijk. Als je als kleine jongen naar boven keek van je slaapkamer. En dan dat geweldige elftal zag met architect Johan. Dat je dat als idool ziet. Dat je later met hem mag voetballen. Dat je de wijze lessen hebt meegekregen. Dat hij zelf toen op 2 december zoveel jaar getrouwd was. En op die datum ik zelf getrouwd was. En dat hij dan een bezoek kon brengen samen met Wim Jansen, zijn vrouw en zijn schoonvader, was gewoon uniek. En dat ik hem later heb mee mogen maken, ook een revolutie die op poten gezet is. En dat je ziet heen ten dagen wat daaruit voortgekomen is. Is dat een geweldige loopbaan, maar ook filosofie. Hij dacht ook altijd aan de minder gestelde daarin. Hij zorgde ook altijd voor een ander dat er meer verdiend zou kunnen worden. En dat hij daar zelf van kon profiteren. Ik mis hem elke dag. En wat is de meest wijze les die je geleerd hebt van hem?
dat je niet moet luisteren naar bestuursleden. Arnold, wat heeft Johan Cruijff voor jou betekend? Die heeft veel voor mijn carrière betekend. Ik begon bij Den Bosch en uiteindelijk bracht ik daar een beetje door. Maar de volgende stap naar Ajax die was wel bepalend voor mijn carrière. En die heeft mij wel de goede richting opgeduwd, ja. Want je hebt met hem gevoetbald? Niet gevoetbald, maar hij was toen mijn trainer. Dus hij was tweede jaar trainer bij Ajax en toen haalden wij mij naar Ajax toe. Ja. Ja, dat is wel bijzonder, denk ik. Dat is zeker bijzonder. En hij bracht mij echt ook het voetballen bij. Niet alleen op technisch gebied, maar ook op tactisch gebied. En hij heeft mij verder opgeholpen. Ja. Als Johan nou naar het huidige Ajax zou kijken, zou je daar trots op zijn? Ja, op zich wel, denk ik, want ze spelen goed. Het is frivol. Het gaat om het voetbal, dus dat ademt nog steeds zo uit. Alleen Cruijff die wilde altijd meer. En ik denk dat hij nu ook veel meer wilde en ook in Europa gewoon wat betekenen. En dus uiteindelijk denk ik dat hij niet helemaal tevreden zou zijn op dit moment. Maar Cruijff is Cruijff, die wil altijd meer. Ja. En wat is je leukste herinnering aan Johan? Mijn leukste herinnering? Nou goed, ik weet wel dat wij, als wij Europa Cup speelden of in het buitenland of waar dan ook, het was altijd, iedereen herkende Cruijff. Cruijff was groter dan Ajax in die tijd. En dat vind ik altijd wel bepalend voor hoe de mensen naar hem keken. Van als we ergens kwamen, dan was het allemaal Johan Cruijff. En dat was wel echt wel bijzonder voor mij. Ja. Oké, okay. En wie wordt de kampioen van het jaar? Ja, de beste papieren heeft Ajax, dus ik denk dat Ajax het wel gaat redden. Ja. De mensen zullen jou niet 1, 2, 3 herkennen, maar ik wel. Ja, dat is niet zo moeilijk, hè. Ja, want je bent toch een van de beroemdste keepers van Nederland? Ja, dat is zijn schuld, hè. Door één actie? Door één actie, 5 december 82, die penalty met Cruijff en Olsen. Doet het op deze manier, Olsen, Cruijff, goal. Curieus natuurlijk, een zeldzaamheid. Iedereen bij Helmond Sport staat elkaar nog even aan te kijken. Cruijff en Olsen. De 1-2. De 1-2 combinatie, ja, daar achtervolg mij nou al 40 jaar. Wel in positieve zin. Ja. Dat is van, ik word zo vaak door mensen aangeklampt en alles en ik heb er nooit geen problemen mee. Er zijn wel mensen die zeggen, Otto, word jij daar nou nooit eens moe van? Ik zeg, nee, waarom? Van, het zijn allemaal voetbalsupporters en ze willen een praatje maken. Nou ja, en in deze tijd is het toch al zo moeilijk om positief te blijven. Toch? Dus we doen ons best. Ja, je bent de wereld overgegaan gewoon. Ja, nog steeds. Toch? Ja, niet? Ja. En dan komen we bij het spreekwoord of het gezegde van Johan, elk nadeel heeft zijn voordeel. Dat klopt, dat heb ik net ook nog gezegd in een interview. Zoals op zijn Amsterdamse, Johan zei, ieder nadeel heeft zijn voordeel. Nou, het nadeel is dat ik dat doelpunt tegen krijg, maar het voordeel is dat ik nog steeds bekend ben en overal uitgenodigd word. Maar je hebt ook de zilveren schoen gewonnen. Ook de zilveren schoen, zeer zeker. Het had eigenlijk de gouden moeten zijn. Maar het is de zilveren geworden. En daar ben ik ook nog steeds heel trots op na 40 jaar. Kan me voorstellen. Ja, zonder meer. En wat vind je van de middag hier? Oh, perfect. Ja, dat is echt perfect. Ondanks dat er eigenlijk alleen maar Amsterdammers binnen zitten. Maar dat ik toch uitgenodigd ben op de Cruijffdag. En het is toch om Cruijff een beetje te herdenken. Ja. Ik hoor er ook een beetje bij. Ja, en er stroomt toch denk ik iets van PSV bloed door je aderen. Maar ondanks dat sta je gewoon hier. Ja, natuurlijk. Ik moest toch even aanhalen van 1974. Ik ben op mijn 10e jaar bij PSV begonnen. Tot mijn 23e ben ik bij PSV geweest. Dus dan heb je toch ook een PSV-hart. En dan doet het pijn als keeper zijnde dat Jan van Beveren toen de tijd niet in het Nederlands elftal stond. Maar anders hadden ze in 74 en 78 waren ze wereldkampioen geworden. Maar dat was ook Cruijff, hè? Dat was dus ook Cruijff. Ik heb ook nooit begrepen waarom dus de KNVB het salaris betaalde voor bondscoaches. Terwijl Cruijff als speler het elftal bepaalde. Ja. Ja. De allerbelangrijkste vraag op dit moment. Wie wordt de kampioen? Oei, ik hoop natuurlijk PSV.
En gisteren tegen Cambuur hebben ze toch wel weer een beetje geluk gehad. Ajax die heeft de laatste wedstrijden zeer veel geluk gehad. Iedere keer scoren in de laatste minuten. Maar ik hoop natuurlijk dat PSV wint. Dat is duidelijk. Maar dan heb ik slecht nieuws voor jou. Gaat het niet worden? Nou, dan zijn we nu uitgepraat. Dankjewel. Oké. Rien, hoe gaat het vanmiddag? Ja, het gaat super. Ja, echt. Ik heb vannacht heel weinig geslapen. Toch constant in mijn hoofd. Maar toen mijn laatste prominente gast binnen... Wie was dat? Dat was Arnold Scholten. Alles voor Johan. Ja. En ik ben zeer tevreden met de opkomst. Er heerst een echte Johan Cruijffsfeer. Ja, en we hebben ook een kleine fan. Dat is jouw kleinzoon. Ja, het is mooi. Hoe heet je? David. En ben je fan van Johan? Ja. En van je opa? Ja. Wat vind je het mooiste aan Johan Cruijff? 14. Dat is wel heel kort. Langer? Dat hij met 14 heeft gespeeld en dat hij met al zijn teamgenoten gewoon heeft gevoetbald. Ja. En wat is zijn mooiste actie? Ik vind toch wel wij... Ja, deze... Ja. De wijzer, hè? De wijzer, hè? Ja, hè? De dirigent op veld, hè, joh. Hij was eigenlijk wijzer. Ja, klopt. Wijzer als de rest, hè? Johan, bedankt voor alles wat je gaf. Jij hebt voor ons het voetbal groot gemaakt. Johan, bedankt gewoon voor wie je was. Dat jij nu weg bent, heeft ons diep geraakt. Jij was de allergrootste, speelde ongeëvenaard. Nummer 14 zit voor altijd in mijn hart. Je foundation, je goede doelen, je hebt het allemaal geklaard. Johan, bedankt. Je blijft ons zoveel waard. Johan, bedankt voor alles wat je gaf. Jij was de beste, de held van het publiek. Johan, bedankt voor alles wie je was. Je was blijft nog bezig. Maar ook gewoon uniek. Johan, bedankt. Wij zullen je nooit vergeten. Dankjewel.